Uit een onderzoek blijkt dat Nederlandse jongeren vaker alcohol drinken dan hun leeftijdsgenoten in andere Europese landen. Slijters willen dat het voor jongeren strafbaar wordt om alcohol te kopen. Het geval wil dat er op het internet een Almeerse site te vinden is die alcohol onder jongeren juist lijkt te promoten. www.alcoholland.nl is een site die, zoals de naam al aangeeft, over alcohol gaat. Zo zijn er foto's te vinden van feesten en zijn recepten van cocktails te bekijken. Toch willen de bedenkers niet aansporen tot alcoholgebruik. De naam suggereert het wel, maar het is gewoon een pakkende naam. Je moet een pakkende naam hebben voor een site. De pakkende naam lijkt te werken, want de site wordt dagelijks bezocht door 350 mensen. De meeste zijn toch jongeren, vanaf 16 jaar. En ja, we hebben de oudste die 67. Dus dat varieert nog wel, maar onze doelgroep is eigenlijk toch wel vanaf 16 jaar. En ja, die toch wel van een borrel houden en uitgaan houden en dat soort dingen. De makers van de site blijven benadrukken geen alcohol te willen promoten. In de disclaimer, de plek op de site waar uitgelegd wordt wat de makers willen, komt dit ook naar voren. Dit is dus van onze disclaimer en daar hebben wij duidelijk ook in gezet dat wij niet aansporen tot het gebruik van alcohol. En daaronder valt ook agressie, autorijden en alcohol. Als je daarvoor komt, dan willen we je gewoon niet hebben, dan ga je maar ergens anders heen. Er staat nergens van drink, er staat wel een grapje op geniet, maar drink met je maat en dat soort grappen allemaal, dat kom je tegen. Draken ze eerder op dan je lief is? Ja, bijvoorbeeld op de voorpagina. Feesten, dat kan toch ook zonder alcohol? Ja, we hebben ook members die drinken absoluut geen alcohol. Nou, wij drinken dan wel eens het alcohol. En goed, het is gewoon lekker, maar ja, daar is het ook wel voor in de weekend af en toe een borrel te nemen. Maar er zijn ook mensen die echt geen alcohol drinken. Toch word je als lid van de site alcoholist genoemd. Ook dit is weer bedoeld als een grap. Iets om mee te spotten op die manier? Ja, een klein beetje. Klein beetje sport, maar ja, je moet toch altijd wel serieus blijven, vind ik daarmee. Het is, kan dikke pret zijn, maar er is een grens waarbij het moet stoppen. En deze site die zit er onder die grens? Vind ik wel. Ook dat was nieuws uit Flevoland.